Hier is het. In het voorjaar van 1944 was dit voor het verzet de ideale plek om er een radiopost te vestigen. Getipt door een verrader omsingelt een eenheid van 100 veldgendarmen van het Duitse Ortscommando Breda samen met zo'n 20 landverraders de woning. Ze hoorden het geschreeuw en gehuil van de kinderen. Toch steken ze het huis in brand. Moeder Nees, haar dochtertje Rietje, zoontje Cornelis vinden daarbij de dood. De verraders werden nooit opgepakt. Serieuze verhalen. Ook dat is Merlijn over de grens. Zaterdag op Omroep Brabant.